Wat de boeren buiten betreft, ze hadden daar eigenlijk niet veel te piepen. En dus ze hebben eigenlijk aan de boeren gezegd, doe maar. Dus produceer en verkoop en koop zoals je goesting hebt. Met andere woorden, het was eigenlijk klein kapitalisme bij de boeren. Er was ook geen andere middel, er was ook geen andere weg in 1921 om uit de totale ellende en de totale vernietiging die bij de boeren was, om er een klein beetje weer uit te geraken. Dus het land was helemaal verwoest, vooral bij de boeren. En dus omdat er opnieuw geproduceerd zou worden, dat er opnieuw ateliers zouden ontstaan, zelfs eenvoudige ateliers. Dus heeft men gezegd, laat het maar doen. Iedere boer had zijn grond, de grond is gelijk verdeeld na de revolutie, dus iedereen was gelijk, of startte gelijk, en dus men mocht produceren en kopen en verkopen. Maar terzelfde tijd, in de jaren 24-27, hebben de bolsjewieken al geprobeerd om een aantal collectieve boerderijen op poten te zetten. Een aantal om te zien hoe het zou kunnen. Dus experimenten om later al een basis te hebben, hoe kunnen we collectief meer modern produceren. Maar dus voor het essentiële op het platteland was het eigenlijk de kleine plattelandsbourgeoisie die domineerde. Elke boer had een gelijk stuk land. Er waren dorpsgemeenschappen, dorpsraden die al honderden jaren bestonden en die eigenlijk doorgingen. Maar iedereen had nu gelijke grond. Maar alleen in een boerengemeenschap, de rijke boeren van vroeger, de boeren die relaties hadden, de weinige boeren die konden lezen en schrijven, die hadden natuurlijk nog al hun voordelen van vroeger. En dus het waren nog altijd die klasse van de gegoede boeren die eigenlijk het hoge woord voerden. Dus ze hadden een aantal van hun voordelen verloren, ze hadden grond verloren, maar al de rest behielden ze. En dus de meeste organen die werden opgericht op de boeren buiten, het waren de meest verstandige boeren, de meest geschoolde boeren, de boeren met de meeste relaties, dat wil zeggen de oude rijke boeren die aan de top stonden. Maar er was meer. Als je aan alle boeren een gelijk stuk grond geeft, maar iedereen mag kopen en verkopen, na een paar jaar heb je rijke boeren en arme boeren. Want er zijn er die zich ruïneren, er zijn er die veel tegenslagen hebben in de familie, of die tegenslagen hebben met de beesten, en dus die geruïneerd worden. Die hun grond moeten geven aan een andere boer, om wat geld te hebben. Die moeten gaan werken op de grond van een ander. En dus dat spontane proces dat zich voordoet wanneer je mocht kopen en verkopen zoals hoestingen, dat had ertoe geleid in 1929, dat er van een situatie bij de revolutie van gelijkheid, waren er opnieuw 7% boeren zonder grond, die hun grond volledig hadden moeten afstaan aan rijke boeren. Er waren 35% arme boeren, die dus eigenlijk niet genoeg grond hadden om te leven, en die dus af en toe moesten gaan werken bij een andere boer. En men had 5% rijke boeren, dus met tamelijk veel grond, die arbeiders voor hen konden doen werken. 55% waren middenboeren. Maar alleen de boeren, de rijke boeren, die het meeste grond hadden, die konden ook machines kopen. En dus het waren vooral die boeren die graan konden produceren om te verkopen. Want de middelboeren en de arme boeren die produceerden graan om zelf op te eten. De boeren die aten beter na de revolutie dan tevoren. Tevoren moesten ze gedwongen 50% van hun oogst afstaan. Zelfs als ze voor hunzelf niet genoeg hadden. Na de revolutie aten ze liever zelf alles op. Maar je kunt je voorstellen dat in de steden dat een probleem was, want de steden moesten bevoorraad worden, de arbeiders moesten kunnen brood eten. Maar dus vanaf 1928 zijn het voor een groot deel de rijke boeren die de graan
toevoer naar de steden in Onderen. Kun je je voorstellen dat een groot probleem is? Laatste punt van de situatie tussen 24 en 27, 28, 29. De steden. Er waren tamelijk veel boeren die geruïneerd geraakten en die naar de steden gingen. Dus er was een toeloop van mensen in de steden. Maar in die periode zette men opnieuw de oude industrie op poten, maar er was niet een nieuwe industrialisatie die in staat was om die nieuwe arbeidskrachten in de steden op te vangen. Bij gevolg vrij grote werkloosheid in de steden. Niet alleen vrij grote werkloosheid, maar ook heel grote problemen wat betreft de woningen. Konden geen woningen bouwen, maar dus al die toevloei van nieuwe mensen creëerde een moeilijke situatie. En ten derde, in 1927-28 was er een goede oogst. Maar die goede oogst was voor een groot deel, voor het commercialiseerbare deel, in handen van de rijke boeren. En de rijke boeren speculeerden. Dus ze leverden het graan niet, ze hielden het in om de prijzen te doen stijgen. En dus in 28 zijn er in bepaalde steden eerste verschijnselen van honger. En dus men heeft moeten beginnen rationaliseren in 28. Dus dat is de situatie in 28. Wat moest de partij nu doen? Dat is mijn tweede punt. Wat was de politiek van Stalin en van de partij, van de Bolsjewieken? Hun eerste vrees was dat er arbeidersopstanden zouden zijn tegen het regime in de steden. Uit mistevredenheid voor de honger. En dus dat wouden ze beletten. Hun tweede probleem was dat wanneer de rijke boeren zo nog 1 of 2 jaar konden doorgaan, dat ze gewoon de gehele politiek van de staat zouden kunnen dicteren, want zij zouden in handen hebben of de arbeiders in de steden te eten hadden en aan welke prijs. Dus de hele economische politiek zouden zij kunnen dicteren. De rijke boeren op het platteland. En ten derde, men stond nu op een punt waar men zou moeten uitmaken hoe de modernisering op het platteland zou gebeuren. Dat het platteland moest gemoderniseerd worden, dat was duidelijk, want men moest meer kunnen produceren om de steden te bevoorraden. Men had grote plannen voor industrialisering, dus men had al in het hoofd het eerste 5-jaren-plan, maar het eerste 5-jaren-plan zou meer dan 10 miljoen arbeiders meer vereisen. Dus die moesten gevoed worden. Om die te voeden moest het platteland meer modern produceren, meer produceren. Hoe zou dat gebeuren? Er zijn 2 mogelijkheden in de geschiedenis. Het eerste is dat de rijke boeren zo rijk zijn dat ze machines kunnen kopen. En dus moderner kunnen produceren omdat zij zich de moderne technieken kunnen toe-eigenen. Zo ging het in het kapitalisme. En dus de arme boeren werden gewoon verpletterd en weggedreven. Die weg kon men in de Sovjet-Unie ook volgen. De rijke boeren, de koelakken, die konden machines kopen en zo kon men hopen het platteland te moderniseren. De Bolsjewieken wouden dat niet. Dus zij zeiden, de modernisering van het platteland moet gebeuren via de collectivisering, via het collectief werk op de eerste plaats van de arme en de middelarme boer. Wanneer zij te samenwerken, collectief, dan kunnen we daar in een groter geheel machines invoeren. En dus een meer productieve landbouw krijgen. Maar dus niet gebaseerd op de 5% rijke boeren, maar essentieel op de collectivisering van de 80%, 85% arme, middelarme boeren. En dus vanuit dat standpunt heeft de partij een plan gemaakt om de collectivisering van de landbouw stapsgewijze door te voeren. En men had een plan gemaakt om in de loop van het eerste 5-jaren-plan, dat wil zeggen rond